Ja, mijn project speelt zich af in Australië samen met de Australische Hockeybond. Australië speelt op een zeer hoog niveau. En om ervoor te zorgen dat ze op dit niveau blijven spelen, moeten we ervoor zorgen dat er nieuwe talenten aankomen. Hoe kunnen wij er eigenlijk achter komen waarom het ene jongetje wel het talent heeft om de nieuwe wereldkampioen te worden en het andere jongetje niet? Dat proberen wij nu in kaart te brengen. Dus welke factoren zijn nou verschillend tussen deze spelers? En als we deze factoren in kaart hebben gebracht, hoe kunnen we deze factoren dan ook verbeteren bij deze kinderen of bij meer kinderen, waardoor we eigenlijk meer hele goede spelers krijgen en Australië op hoog niveau kan blijven presteren. Dit congres zelf is gewoon heel goed om te netwerken in Nederland en ook om te laten zien wat ik nou eigenlijk zelf doe. Dus dat mensen ook misschien een beetje weten wie Ewout Timmerman nou eigenlijk is en wat hij doet.